Het is allemaal zwaar aan de kloten. Ik weet niet waarom ik deze video maak. Ik ben nooit een brave gast geweest, dat weet ik wel, maar... Nu heb ik toch echt zwaar het gevoel dat het leven mij in mijn gat gepakt heeft. Hoe dat zo snel is kunnen gaan, ik versta het niet, Ik zit zwaar in de shit. Ik ben altijd vrij zot geweest van held. En vooral van held uitgeven. Wanneer op een bepaald moment uw held sneller opdoet dan dat er binnenkomt, dan kiest hij nogal snel voor de makkelijke oplossing. Dealen is dé gemakkelijkste manier om snel veel geld te verdienen. Er is natuurlijk wel een reden waarom dat er zoveel geld mee te verdienen valt. Het is fucking gevaarlijk. En dat ben ik op de harde manier te weten gekomen. Vijf fucking kilo. Die gasten hebben mij goed bij mijn kloten. Probeer dat maar een keer uit te lijnen aan uw baas, dat 150.000 euro kwijt zit geraakt. Wel man, zie je daar niets bij uit? Nee, ik heb niks bij. Nee. Inderdaad, ik heb niks bij. We hebben alles fucking geld nodig. Hè? Ik weet het. Ik ga dat oplossen. 48 uur. 48? 48 uur, man. Niets meer. Uur om 150.000 bijeen te rapen. Fucking onmogelijk. Er zat maar één ding op. Ik moest wij uit Gent. Ik wist dat ik niet in België kon blijven. Die mannen hebben hier veel te veel connecties. Daarom trok ik naar het buitenland. Duitsland. Het land van Lages und Bratwursten. En van mijn maat, Bertrand. Hallo, met Bertrand. Bertrand, fuck. Ik heb het verkloot, man. Ik heb het echt verkloot. Waarom, hè? Ik sta nu aan het tankstation op de E40, richting Keulen. Ik weet niet, kan ik bij u terecht vanavond of niet? Ja, tuurlijk. Wat er gebeurt misschien? Ik ga het helemaal uitleggen als ik er ben, maar ik heb niet veel tijd. Ik ga je laten. Ik zie je zo biedt, zo. Oké, merci, hè. How can I change the river from flowing backwards? How can I take the yellow pills without satisfaction? What a crazy thing to say. What a crazy thing. Fuck, Bertrand, laat me binnen. Ik weet niet of dat gevolgd wordt, was het echt. Bertrand wist natuurlijk niet wat er aan de hand was en ik had hem allemaal moeten uitleggen. Samen hebben we gezocht naar een oplossing, want ik kon natuurlijk niet in Europa blijven. Het was er fucking gevaarlijk voor mij. Thank you.
Wat is er? Ik wist dat de kans groot was dat ik gevolgd ging worden, dus ik heb 's morgens een vroege trein naar Frankfurt gepakt. Slapelijk nog voor één nacht en dan de eerste beste kans greep om buiten Europa te gaan. Frankfurt was veel te gevaarlijk, dus ik heb een kamer gehuurd in Meurfelde-Waldorf, een klein dorpje net buiten het centrum van Frankfurt. Ik heb een vlucht geboekt naar Moskou. Morgen om 10:26 uur vertrekt mijn vlieger uit de luchthaven van Frankfurt. Ik ben klaar om al deze shit achter mij te laten. Fuck. Yeah.